de medicinale bloedzuiger, is de enige soort in Nederland die zich met mensenbloed kan voeden. Zodra de bloedzuiger je bijt, spuit hij een antistollingsgoedje in, zodat hij rustig verder kan drinken. Wat ook raar aan hen is, is dat ze 10 ogen hebben. En alsnog kunnen hun niet zo goed zien. Bloedzuigers leggen eieren. En uit die eieren komen bloedzuigerlarven. En die voeden zich met kleine waterinsecten. En zodra ze ouder worden, voeden ze zich met zoogdierbloed. Bloedzuigers voelen trillingen in het water van een prooi. En dan gaan ze op de trillingen af om het bloed te drinken van een prooi. Speciale darmbacteriën van de bloedzuiger conserveren het bloed, zodat ze een jaar lang zonder extra voeding kunnen leven. En de medicinale bloedzuiger wordt wel 30 jaar oud.